Kloosterlaan, ja, daar was het distributiekantoor. Dat was zo'n houten kreet. En daar moest je dikwijls lang wachten, want ja. Alles was op de bon, hè. Dus die kregen wij dus van de mensen, want die kregen bonnen. En die werden allemaal opgeplakt. En dan moest ik één keer in de week moest ik naar het distributiekantoor. Moest ik die bonnen inleveren. En daar kreeg ik dan zoveel bonnen voor terug. Voor zakjes meel, zeg maar. Of zakken meel. Dus de ene bon werd ingeruild voor de andere bon? Ja. En daar kwam geen geld aan te pas? Kwam geen geld aan te pas, geen cent, nee. En als jullie die bonnen niet in niet hadden, dan kregen we nog niks. En is het wel eens voorgekomen dat jullie te weinig bonnen hadden voor voldoende bonnen? Ja, dat het kiele was. En dan wist mijn vader altijd wel weer bij de andere bakker. Ze zei, God, leent ons een beetje, dan krijg je de volgende keer van ons. Dat lukte altijd wel. Mijn vader en zijn broers die hadden duiven als hobby. En op een gegeven moment zaten de Duitsers bij ons bovenop zolder. Want ze hadden die postduif in beslag genomen. Ja, die gebruikten ze dus voor, zoals dat vroeger ging, met dingen aan de poten om berichten over te zenden. Ja, of ze daar veel hebben gedaan, ik geloof er niks van. En hebben ze die duiven toen meegenomen? Of? Nee, ze hadden gewoon de zolder bij ons, waar al die duivenhokken waren. En beneden in de tuin, daar hadden ze gewoon gezet. Maar ons vader zei, ik wil niet hebben dat jullie beneden komen. Nou, dat deden ze ook niet. Maar toen was het echt daarna wel prachtige zomer. En dan hadden ze die kooien beneden schoongemaakt. En ze was die Duitsers vrij en vrolijk boven lichaam ontbloot. Zaten ze daar de broodraam op te eten. En ons vader, die ziet dat, hij kreeg bijna een hartaanval. Hij zei, ja, Willy, dat kan niet. Willy en Willy begreep het wel. Hij zei, we hebben hier allemaal jonge meisjes rondlopen. En dat kan echt niet. Nou, ze zijn nooit meer beneden, maar ze gingen wel op dak zitten. Met ontbloot bovenlijf. Want dan pakten ze nog eerder de zon als ze daar boven zaten. En gingen jullie stiekem over de trap naar boven om naar de jongens te kijken? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Nee, want dat was het toegang streng verboden, zou ik maar zeggen, in het Duits. En ons vader zei, je durft niet naar boven te komen, want dat is levensgevaarlijk. Dus dat deden we niet. Dus jullie hebben nooit contact gehad? U heeft nooit contact gehad met die jongens? Nou, we hebben wel met ze gepraat. Zo. Op zijn Nederlands en op zijn Duits, weet ik veel. Dus wij gingen op dansles en er waren veel jongens van onze leeftijd. Ook bij de Kruif in de Nassaustraat. Dat was eigenlijk het enige wat we hadden. Maar ja, toen moesten we naar huis s'avonds en dan zeiden die knullen, zullen we jullie naar huis brengen? Nee, doet dat maar niet, want als ze ons aanhouden en ze pikken jullie op, dan kunnen we die niet aandoen. Hè. Die jongens moesten op een gegeven moment ook allemaal onderduiken, dus dan werd er niet uitgegaan. Hè. De verduistering, oh, dat was ook zoiets. We hadden voor de ramen, hadden ze van die schuifluiken gemaakt en dan moest iedere avond tevoren. En dat vond ik niet fijn, want het was vrij zwaar werk. Nou, dat deden de jongens bij ons ook wel, maar ja, op een gegeven moment was je daar zo handig in. S'avonds ervoor, s'morgens weer af. Het enige wat ik heel erg vond, dat was, maar toen besefte ik dat nog niet, dat de Joden weggevoerd werden. En die kwamen bij ons over de Haagdijk. Oh, ik zei, de postbode loopt er ook bij. Ik wist niet eens dat het een Jood was. Maar die van Cohen, die hebben heel lang bij ons op de Haagdijk gewoond. Die hadden daar een stoffenzaak. En dan hadden ze Schönberg Cohen. Die waren toen uit Duitsland gevlucht. En die zijn, maar die twee, de Jet Cohen en de broer, die zijn gevlucht, Albert Tijd. Die zijn naar Zwitserland ontkomen. Die zijn naderhand ook gewoon teruggekomen. Maar u heeft nog wel het beeld voor ogen dat die Joden Joden weggevoerd werden, ja. Tenminste, weggevoerd, die kwamen gewoon over de Haagdijk. In haar eigen kleding. En ook niet zwaar bewaakt of zo. Ik zeg, oh, de postbode is er ook bij. En toen besefte ik eigenlijk pas, nou, ik besefte het geloof ik toen nog niet. Ik vond het eigenlijk allemaal spannend. Was het een grote groep? Ja, hoeveel mensen zullen dat geweest zijn? Man of 30, denk ik. Maar dat kan ook meer of minder geweest zijn, want dat weet ik echt niet meer. En door wie werden die, wie liep daar politie naast? Of? Nou, daar liep dus de Weermacht naast. Hè? Maar verder liepen, ik bedoel, ze werden niet op elkaar gedrongen of zo. Nee, die liepen wel gewoon met weer erbij, maar die deden ze ook niet bedreigen. Dat hebben ze echt niet gedaan. En hadden ze een bagage bij? Ja, sommigen een koffertje en sommigen ook niks. Maar het was vreselijk. Tenminste, toen wij wisten naar de rand wat er gebeurd was. Ik denk, god, ik heb al die mensen voorbij zien komen, niet wetende wat ze
wat ze tegemoet gingen. Hè? En werd er nog iets gezegd tegen die mensen? Nee, niks. Door niemand? Door niemand. Nee, het was gewoon stil. Er werd niemand gezegd, was sterkte of zo. Nee, wij stonden gewoon doodstil op de stoep voorbij. Want in wezen was het toch bang van die Duitsers. Ja, die hadden altijd zo... Behalve de postbode waren er nog meer bekende... Nee, en bij... dan die van Schönherko en die liep er ook bij. En die had een ongelukkig kindje tenminste. Een kindje met beperkingen. Met dat wagentje erbij. Ik zeg tegen ons moeder, moet je daar toch eens kijken. En ons moeder stond te halen en toen zei ze, God weet wat ze met haar gaan doen. Die zijn ook niet meer teruggekomen. Maar Jet en de broer die waren bij tijds weg. En dan kwam 's morgens nog wel eens over de Haagdijk een dier van Driessen. Dat was een NSB'er, die had dus... Had hij dan een verffabriek of iets anders. En dan was hij in uniform. En dan liep hij daar en dan keek hij, als hij bij Cohen kwam, keek hij altijd naar boven. Maar ja, dat was alles weg, dan waren de ramen gewoon kaal. Dus Driessen die ging er af en toe zo nog eens langs om te kijken? Ja, om te kijken of er nog wel iemand zat. En volop in uniform hoor. Zo'n zwart uniform had hij dan aan. Ja, verder deed die mens mij ook niks. Maar ja, ik wist dus dat hij voor de Joden kwam. Hè. Dat wist iedereen in de straat. Heeft u Jet en haar broer na de oorlog nog gezien? Jet heb ik nog één keer gezien. Haar broer niet meer. Heeft u ze nog gesproken? Jet heb ik toen nog gesproken. En toen liep ze al met de stok. Ja, het was natuurlijk een stuk oud. Ik zeg, Jet, wat fijn dat ik jou zie. Ik vind het ook leuk, Corrie, want ik was een schat van een mens. Ik zeg, hoe gaat het allemaal? Ja, zei ze... Want ze was nogal op zichzelf, altijd keurig gekleed, opgemaakt, was echt een dame. En toen zei ze, ja, ik loop nou met het stokje. Ik zeg, ja, Jet, daar staat mij misschien ook wel te pakken, nog te wachten. En toen zei ze, ja, maar ik schaam. Ik zei, daar hoefde wij niet voor te schamen. Je bent er nog. Ja, dat is waar, daar heb jij gelijk in. Hartog heette die broer. Ik zeg, hoe is het met Hartog? Ja, die was dus naar Amsterdam getrokken, naar de rand. Mijn tantes die boven woonden met de broers van mijn vader en zij waren de zusters van mijn vader, die liepen stiekem s'avonds na spertijd wel eens naar die van Cohen en dan gaven ze iets wat ze nog wilden bewaren. En daar was dan ook een soort Bijbel bij of van die Hebreeuwse boeken en die had tante Toosje allemaal boven. Nou, die ging s'avonds wel eens iets brengen dat ze wel over hadden van eten of zo bij hun. Mm-hmm. Want ja, die hadden het niet zo breed, die hadden verder geen inkomen. En dan zei ze, bewaart die maar voor na de oorlog. Die dachten nog dat ze terug zouden komen ook. En toen had ze dus, ja, hoe daar gekomen is, dat weet ik echt niet meer. Nee, toen was dan die Hartog, die had geïnformeerd of er soms nog iets was. En toen had ze gezegd, ja, er is nog iets. En toen zei hij, die zou ik graag terug hebben, die boeken. En die is die toen op een zaterdag komen halen. Daar had mijn jongere zus daarvoor gezorgd. Want die had nog wel een beetje contact met hem. En dat vond hij toen zo geweldig. Ja, wij zaten heel goed met hem. Tenminste, ik bedoel, die familie Cohen, dat waren gewoon aardige Joden. Nou ja. Wij zijn er van kindsbeen mee afgegroeid, dus ze woonden gewoon in de straat, net zoals alle andere mensen. Wanneer kwam u erachter wat er met de Joden gebeurd was? Ja, na de oorlog, hè. Zo was iedereen eigenlijk. Ze zei, zo, we zijn bevrijd en de Polen zijn op de markt. En ik heb mijn oude schoenen aan, die ik toen nog had. Niks aan verder, als moeder zei, doe er niet jas aan. Ik zeg, nee, we gaan naar de Polen kijken. Nou, naar was. Ja, die waren gewoon in uniform, maar dat was voor de rest eigenlijk ook... En dan was het zo, er waren natuurlijk veel mensen die Polen in huis hadden. Alleen al voor dat ze wat extra's in huis hadden dus. Hè. Maar dat kwam... Ik zeg, waarom mag er bij ons nog in de Canadees of in de Pool? Ons vader zei, dat gebeurt van zijn leven niet. Ik zeg, waarom niet? Hij zei, dat kun je niet doen met kinderen. Of tenminste, kinderen, wij waren toen al een stuk ouder. Ik was gewoon jaloers. Ja, wat denkt je? Dat die jongens in uniform en daar was er één bij en daar was... Die was met Joris, die had een hoop van die dingen, weet je wel. Nou, oh, ik zei tegen tante Annie en die begreep dat wel. Ja, zei ze, dat kan nou helemaal niet. Ik zeg, ja, waarom kan dat nou niet? Jullie vader wil het niet hebben en dan gebeurt het niet ook klaar. Alleen ik had een meisje in de straat wonen en die werkte op de HKI. En daar ging zij vrijdagavond dansen met de Engelsen. Ze zei, als jij zin hebt, ik mag introduceren. Nou, dat heb ik gedaan en dat was een... Leuke tijd, daar hebben we het zo gezellig gehad, dat was echt waar. En die jongens hadden zelf een orkestje en die waren bijna allemaal ingekwartierd daar in de Speelhuislaan en zo. Totdat
het Ardennen-offensief, na die tijd is het nooit meer geweest. Ja, toen was het wel dansen, maar toen waren het gewoon Hollands, die jongens. En daar vonden wij niks meer aan. Wij vonden die Engelsen gewoon leuke jongens. You put your right leg on, your right leg out of zoiets. Na na na, and na 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 na. You dance the hokey pokey and you turn around. That wall is all about. Ja, dat weet ik nog goed. Dat was leuk.